Wouter Segers. Ik ben nu 19 jaar oud. 19. Ik doe BMX. Momenteel train ik, ik denk ongeveer 5 van de 7 dagen. Ongeveer 2 uur gemiddeld per dag. 2 uur gemiddeld per dag. Zo. Ik ben nu aan mijn 10e seizoen bezig. Ik doe dit vanaf mijn 9 jaar, denk ik. Ja. Zo. Vrij jong dan? Ja, vrij jong, maar de sport kan beoefend worden vanaf 5 jaar. Dus ik ben eigenlijk redelijk laat begonnen als je het zo bekijkt. Ja. Maar toch netjes opgebouwd dan? Ja, dat wel. Natuurlijk geen fiets voor een beginner niet meer, dus het wel mooie apparatuur. Maar om nu echt te zeggen dat er iets heel speciaals in zit, dat is niet. Het is maar een vraag onder de mond van, kijk, mensen proberen allerlei voorzieningen te treffen. Zit er hier iets speciaals in? Dus eigenlijk, als ik dat dan hoor, dan moet je het eigenlijk meer van je eigen kracht hebben. Sowieso wel. Er zijn natuurlijk altijd wel betere producten en minder goede producten op de markt. Maar over het algemeen, de rijder die... Die moet het van zijn eigen kwaliteiten hebben. Sowieso. Ja, klopt. Je rijdt eigenlijk altijd op leeftijd, dus vanaf je begint rij je altijd op je eigen leeftijd tot je 16 bent. Ja. En dan ga je naar de juniorklasse, dat is de 17 en 18-jarige. Ja. Na de juniorklasse kom je bij de elites en dat is dan eigenlijk de hoogste klasse die je kan bereiken. Daar zit ik nu in, omdat ik ben 19, dus ik ben nu eerste jaar elite. Eerste jaar elite. Vanaf 5 jaar tot 16, dat heeft geen naam. Nee, en vanaf 17, 18, junioren. Ja, ik ben nu de afgelopen 3 jaar een nationaal kampioen geweest. En nu op Europees niveau lukt het redelijk goed. Ja. Als eerste jaar elite is het natuurlijk nooit niet gemakkelijk, maar we doen ons best. De 16 jaar voor de eerste keer. Ja. Ik ben heel lang tweede geweest in de kampioenschappen, eigenlijk elk jaar opnieuw. Ja. En op 16 jaar is het dan toch gelukt om een keer te winnen. En dan de twee volgende jaren flikte ik het weer om kampioen te worden. Dus met andere woorden, met 16 jaar ben je kampioen geweest, met 17 jaar ben je kampioen geweest en met 18 jaar ben je kampioen. Nou, complimentje. Sinds mijn 12e jaar fietsende bij de nationale ploeg van België. Daar ben ik altijd goed bij geweest, hebben me altijd goed geholpen. Ja. De grote internationale wedstrijden rijd ik voor in de turf van de Belgische Bond, zal ik zeggen. Ja. Sinds dit jaar zit ik ook in het pro-team van TVE. Dat is sinds dit jaar nieuw. Ja, dus daar ben ik nu rijdende. Ja. Ah. En pro-team heeft dan niks meer met een Belgisch nationaal team te maken? Nee, dat niet. Ik zit ook nog in het nationaal team, sowieso wel. Dat wel. Maar buiten dat team rijd ik in het pro-team. Rij je ook nog in het pro-team? Voor de nationale wedstrijden rijden in het TVE-shirt. Ja. We zijn het eerste met Strijkholt in aanraking gekomen via Mabel. We hebben het dan direct uitgeprobeerd op de fiets en het werkte gewoon goed. Ja, veel beter. Ik merk het direct verschil. Vooral in het ronddraaien. Alles loopt te veel soepeler. En dan de eerste test in Frankrijk, dat was ook fenomenaal. Het resultaat was echt wel goed.
En mijn boy is eigenlijk fietsenmaker, zal ik zeggen. Het is een fietsenmerk ook. Ja. Waar ik voor ik met deze free agent reed, altijd mee gereden. Een fietsenzaak die gespecialiseerd is in BMX. Speciaal in BMX? Ja. Oké, mooi. Het werkt gewoon goed. Het resultaat zie je ook echt. Maar elke weersituatie die je kunt inbeelden. Het is natuurlijk wel een zomersport, dus de echte sneeuw die hebben we niet. Maar natuurlijk, in de zomer regent het ook. Dus het kan van extreme hittes naar een extreme modderpoel gaan. Dus je hebt eigenlijk droog, stoffig weer, maar je hebt ook extreem nat weer. Ja, klopt. Ja, klopt. De eerste test die hadden we in Messigny eigenlijk. Dat was extreem nat weer. En wat was Messigny, als ik vraag mag? Het was een Europese ronde. Dus er zijn twee wedstrijden van de 10 wedstrijden die onder die Europese rondes vallen. Maar het had eigenlijk heel het weekend geregend, dus het was extreem nat. En de ondergrond was ook van rode grebbel. Dus ja, normaal gezien, als je met een gewoon product zou werken, dan zou de ketting beginnen kraken als je één ronde gereden hebt. Maar met strijkbol niet. Alles bleef goed ronddraaien en er hong eigenlijk niks vuil op de ketting. Meestal is het dolomiet. Dat is het gelige zand met een steentje tussen. Maar af en toe is het dus ook de rode grebbel, waar ook de tennissers op spelen bijvoorbeeld. Daar rijden we. En dat gelige achtige wat je hebt, dat is dan meer bij droog weer stoffig? Ja, het is heel stoffig als het droog is, ja. Ja. Wat dus eigenlijk nadelig is voor de ketting. Ja, klopt. De ketting blijft gewoon goed lopen. Dus telkens als ik mijn fiets pak, de ketting is proper. Ik hoef ze niet elke keer te kuisen. Ja, dat is gewoon mooi. Dus je merkt gewoon eigenlijk dat wat normaal met stof zou zijn, dat je een plakkende massa krijgt, dan op dat moment als je de strijkbol erop hebt, niet hebt. Ja, dat klopt. Gewoon de fiets poetsen, een droge doek, heel fiets proper maken. En dan de ketting ook gewoon met een doek erover, een beetje afkruisen, maar veel werk of veel onderhoud heb je daar niet aan. Klopt, er komt niet veel vuil af. Dus met andere woorden, de aanhechting van het stof of het vuil eigenlijk niet aanwezig is? Nee. Wat je normaal wel zou hebben? Ja, normaal wel. Ja, dat heb ik vooral kunnen merken daar op de Europese ronde in Messigny. Als ik keek naar mijn mede-collega's een fiets en een ketting vooral, dan die zag je er heel vuil uit. Alles kraakte en dan alles liep goed en je hoorde niets. Super, super. Dat was echt extreem en daar maken we niet veel mee. Daar heb je maar eens 1 à 2 keer per seizoen dat je echt zo'n extreem weer hebt. Ja. Dus een extremere test kon ik niet hebben? Nee, dat was een perfecte test. Met vlag en wimpel geslaagd? Ja, zeker geslaagd. Oké, perfect. Met training bij 3 dagen. 3 dagen. Ja, klopt. Er is niet meer aan gedaan. Oh, waar je normaal vaker zou moeten smeren. Ja, normaal gezien zou je elke keer als de fiets terug binnenkomt, zou je aan de ketting moeten werken. Dus in oude situaties, hoe vaak smeer je hem dan? Want ja, hoeveel rondes doe je over algemeen dat je kunt klassificeren naar het doorgaan? In zo'n extreme omstandigheden smeer je na elk rondje, denk ik. Ja. Na elk rondje. Als alles goed gaat, kan je 7 rondjes rijden. 7 rondjes, op die dag? Op die dag, ja. Dus als je goed bent, mag je 7 rondjes rijden? Ja, klopt. Dus dan zou je in principe normaal 7 keer gaan smeren? Ja, in zo'n extreme omstandigheden is dat wel mogelijk. En wat ik dus van jou hoor, je hebt strijkbol 1 keer aangebracht, 2 dagen, er waren 3 dagen, maar pak 2 dagen. Dus dan is hij eigenlijk 14 keer niet gesmeerd geworden van die ene keer. Ja, ja. En alles liep nog alles perfect. Perfect, ja. Oké. Wout, hartelijk bedankt voor dit interview. En uiteraard, je ziet je op YouTube, zie je terug. Dankjewel. Dat is goed.